Pipo, het is kinderbedtijd hoor. Hoera, Pipo! Hou eens even vast, Babbeloe. Hallo, kindertjes in het hele land. Elke dag gebeurt er weer wat anders, hè. Zoals vandaag, toen Kluk-Kluk ook zijn denkhoofd wilde gebruiken. Nou, dat werd me wat. Denkles voor Kluk-Kluk. Let op, het begon zo. Pipo, Mama Lou. Ja, wij hebben een brief ontvangen uit de tamelijke wilde westen. Een brief van wie? Ja, ja. Van mijn zus. Van wie? Mijn zus. Ik wist niet eens dat je nog een zuster had, Kluk-Kluk. Oh, dat zijn logisch niet waar, maar een brief zijn een zus. Oh, wat een vreemde tekens. Ja. Wat staat er in die brief, Kluk-Kluk? Nou, dat die zijn van mijn zus, hè. Dat zijn toch duidelijk niet waar? Kijk eens, nou, Sjappen en Flap, zeg, dat is niet gewoon, zeg. Nee, maar het zijn ook een hele buitengewone zus. Ja, ja. Schrijven mooi, hè. Ja, maar Kluk-Kluk, dit zijn geen letters. Dit is een raadseltje. Ja, nou, dan kun jij dat mooi oplossen met het denkhoofd, hè. Ja, wacht even. Dit is een hartje en dat betekent lieve. Ja, dat zijn de wijken. Ja. En dit is een plaatje van Kluk-Kluk. Ja, lieve Kluk-Kluk. En er komt er een kalenderblaadje van de maand mei. Dus lieve Kluk-Kluk, mei. Bomen. En de B wordt een K. Mij komen. Ja. En dit is een bij. Ah. Mij komen bij. Mij komen bij Mau. Mau, moet je niet? Ja. Oh ja, mij komen bij jou. Ja, je zus. Aputi. Aha, wat een leuke naam, Kluk-Kluk, ja. Aputi. Ja, we zijn ook een heel lieve zus, hoor. Ja, zijn we zo groot? Ik wist niet helemaal dat je zo'n klein zusje had, Kluk-Kluk. Ja, toen wij 20 jaar geleden uit de tamelijke wilde westen weggingen. Ja, toen was ze nog maar heel klein, hoor. En ze zei, ja, kan er nog niet praten. Kluk-Kluk, er staat nog iets onder. Ze komt morgen met het vliegtuig aan. Kluk-Kluk, wat enig je zus komt. Oh, ja. Maar dan moeten wij weer eerst nog wel eventjes praten met de Pipo. Eventjes vertrouwelijk, pak dat even. Ja, Mama Lou, neem ik hem even mee. Hè. Even onder vier ogen. Ja. Ga je gang maar, hoor. Ja, Pipo, moet eens luisteren. Wat doe je nou geheimzinnig? Ja, nee, moet je luisteren. Kijk, als ze mijn zus komen, dan willen wij natuurlijk een goede indruk maken. Hè. Nou, zijn jij bekend met het gebruik van een denkhoofd? Ja, ja. Ja, dat hebben jullie altijd gezegd, nietwaar? Ja. Nou, leren mij dat kunstje nou ook even gauw. Oh, Kluk-Kluk, even gauw. Dat kan niet. Dat moet je jarenlang voor oefenen, hoor. Oh, nee, maar je kan het zeer snel leren, vooruit. Kom op, eerste les. Ja, nou, goed, vooruit. Ja. Om te beginnen, Kluk-Kluk, moet je natuurlijk niet alles door elkaar denken. Nee. Huh? Ja, maar dat zijn bij mij altijd zo moeilijk. Bij Kluk-Kluk lopen altijd alles door elkaar. Nou ja, dat weet ik. Wacht, Kluk-Kluk. Je moet beginnen een gleuver, een rimpeltje in je voorhoofd trekken. Zo. Zo? Zo. Heb je? Ja. Ja? Ja. En dan? Oh, hey, dan Kluk-Kluk. Moet je gewoon denken. Huh? Denken. Ja, is dat alles? Nee, Kluk-Kluk, dan moet je je hand op je rug doen en dan ga je gewoon lopen, denken. Oh, zo. Heb je hem? Het gaat over. Oh, was het. Daar gaat hij, hoor. Ik weet het. Ja, heel goed. Ja. Kluk-Kluk, pas je op! Auw! Nou, Kluk-Kluk. Ja. Wel? De denkhoofd begint al meteen al aardig te groeien, zie je wel? Nou, hartelijk van de bedankt, hoor, Pipo. Hartelijk van de bedankt. Alleen, wij nemen denkelijk geen denkles meer, hè? Ja, als je nadenkt, moet je natuurlijk wel uitkijken voor laaghangende takken, hè? Maar Mama Lou heeft een nat lapje op de buil van Kluk-Kluk gelegd. Want morgen moet hij natuurlijk mooi zijn, hè? Dan komt de zus van Kluk-Kluk. Ik ben erg benieuwd, hoor. En om te zorgen dat het gauw morgen is, gaan we vlug slapen. Dus Pipo zegt, dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, welterusten.